Je gaat dit eten, alles voor de views. Wat alles voor de views? Alles voor de views. Ik ga het niet eten. Jawel. Hoeveel spelers staan er in het veld tijdens het basketbalwedstrijd? Zoals bij voetbal, 10. Hoe vind je het uitzicht? Mooi. Mooi over de kermis zo. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Jason en dit is Jaden. En welkom bij een nieuwe video hier op Koetla. Ja, en Jason die is helemaal beter, maar Jaden is een beetje ziek. En daar is Jalicia ook. Ja, Jalicia en Jason zouden graag overal naartoe willen gaan. Maar gezien het feit met Jaden kunnen we helaas nergens naartoe. Dus we zitten een beetje hier opgesloten thuis. Bij oma Koet dan. Bij oma Koet, ja. Dus wat gaan wij doen? Ik zag oma Koet is ook thuis. Oeh, dan is er nog een rommeltje hier. En dan moeten jullie heel snel gaan opruimen. Voordat oma dat ziet. Anders gooit ze jullie in de kookpot. Nee. Nou jij. Daar is jullie dat op. Dat is een heksus, hè. Wat zeg jij nou wat oma is? Je denkt dat zij een witch is. Wat zeg jij nou wat oma is? Hé! Hey. Ik zeg helemaal niks. Ik zeg dat oma een heks is. Wat zei jij? Wat zei jullie nou over oma? Nee jij. Nee jij zegt dat oma een heks is. Ja, zei jij dat? Nee jij! Ik zei wel niet dat oma een heks was, dat hebben jullie ervan gemaakt. Echt wel. Ik zei als jullie zo gedragen, gooit je oma jullie in de kookpot. Oeh. Oeh, is het wel hemmig? Wat vis, gadverdamme. Daar is je haring. Het is bijna 3 oktober, hè? Het is heel simpel, man. De 3 oktober smaakt het ook niet. Nee, het smaakt altijd. Nee, het smaakt altijd niet. Ik wil een spelletje spelen. Ik weet een leuk spelletje, wie het langs zijn mond kan houden. Nee, kaas uit de kaas. We gaan eerst een vis eten daar een spelletje spelen, ja? Vis spelletje dat, hè? Maar jullie lusten dus alle 3 vis. Dat hebben jullie niet van papa. Nee. Bah. Nou, kijk, jij lust te doof. Nee, ik lust geen vis. Ik had het voor mama. Nee, maar weet je waarom ik geen vis eet? Omdat ik het zielig vind voor de visjes. Ja, ja. Ik vind het niet zielig. Nee, dat zie ik. Gaat er helemaal in. Je gaat dit eten, alles voor de views. Wat alles voor de views? Alles voor de views. Ik ga dat niet eten. Jawel. Nee. Alles voor de views. Wacht. Niet zo snel, niet zo snel. Waar is Takkie? Inderdaad, die hebben we nodig. Waar is dat beest? Takkie. Nee, maar. Nee, niet zo snel, niet zo snel. Takkie. Nee, niet zo snel. Nee, die hoef jij niet bij je te hebben. Nee, wacht. Ik ga je het bijna naar beneden. Eerst wat drinken. Wil je me vergiftigen? Dat is water. Pak eens een biertje van papa. Nou. Jaden gaat een vraag voor mij stellen. Hoe in de Amerikaanse vlag genoemd? Wat wordt de Amerikaanse vlag genoemd? Dat mag ik niet vertellen. Hoe heet de hond van Lucky Luke? De hond van Lucky Luke? De hond van Lucky Luke, hoe heet hij? Geen idee. Rataplan. Wie heeft de gemiddelde snelste hartslag? Een mens, een olifant, een muis of een poes? Olifant. Nog een keertje. Wie heeft gemiddeld de snelste hartslag? Een olifant, een muis, een poes of een mens? Dan de muis. De muis, heel goed. De muis is het kleinste, die heeft de snelste hartslag qua hart, hè? Ja, voor als er een poes aankomt, dan klopt zijn hart heel snel. Ja, deze weet oma ook. Hoe heet iemand met een ziekelijke neiging om te stelen? Een dief. Een dief. Kleptomaan. Nee, dief. Nee, maar dat is een kleptomaan. Nee, dief. Ja. Dief. Maar het is een kleptomaan. Nee, dief.
Nee, een dief is iemand die steelt, maar een kleptomaan die heeft de drang die om elke dag te stelen. Dat is een soort afwijking wat diegene heeft, een ziekte. Dan wil je elke dag wil je stelen, ook al is dat niet nodig. En als je een dief bent, dan kun je ook gewoon stelen als je bijvoorbeeld brood wilt. In jouw geval medicijn om beter te worden. Dus welke medicijntjes geven aan jou? Want het is tijd. 2, 3, 4, 5. Goed zo! Heb jij hulp gevraagd? Ja! Valsspeler. Hij zet oma in. Nou, oma. Hoe noemt men een mannetjesvarken? Weet ik niet. Ja, heel klein. Beer. Ja. Beer. 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 Vooruit dan. Deze ga je niet weten en oma ook niet. Hoeveel spelers staan er in het veld tijdens een basketbalwedstrijd? Nou, zoals bij voetbal 10. Ja, nou, niet zoals bij voetbal, maar het antwoord is wel 10. Ja, want bij voetbal zijn het er 11. Dat is een elftal, maar je hebt wel gelijk. Ik had het wel goed, hè? Ja, dat was wel goed. Maar je 20 bij doen, dan moet je plus 20. Je had niet eens de hulplijn nodig. Nou, ja. Goed hoor. Goed, dan ga ik het moeilijker maken. Hoe lang is een Chinees gemiddeld? Dat staat er helemaal niet. Nee, het staat iets anders geschreven. Gemiddelde lengte van een Chinese man. Je mag er 5 centimeter mag je daarnaast zitten. Oma, de hulplijn. Ja, nou zeg maar, hoeveel meter? Ik pak een hulplijn. 1,60 meter. Oké, 1,60 meter. Oeh, 1,66 meter. Je mag er 5 centimeter naast zetten. Dus op een centimeter heb je helaas fout. Jammer joh. Min 20 seconden jong. Deze moet jij weten. Welke van Sneeuwwitjes dwergen draagt een bril? Hoe heet deze dwerg? Ik ken nog geen eens dwergen van Sneeuwwitje. Je kent sprookjes van Sneeuwwitje toch wel? Ja, maar niet de dwergen. Welke ken ik? De dwergen ken je die niet? Nee, hulplijn. Geen idee, joh. Nee? Nee. Wat zijn die voor barbaren dan? Dok, natuurlijk. Weet je hoe lang ik al uitsprak? Ja, heel lang. Weet je hoe oud oma is? Nee, want je noemt me wel een heks. Ja. Maar ik ben al heel lang uit de sprookjes. Ze is wel uit de sprookjes vanaf 1600. Zo lang is oma al uit de sprookjes. Wist je dat, Jaden? 1600 is oma geboren. Waar verstopte het jongste geitje van de 7 geitjes zich toen de grote boze wolf daar kwam? Waar verstopte de kleine geitje zich in? In de kaas. Nee. Geen idee. Jawel, ken jij dan helemaal de sprookjes niet? Ik ken geen sprookjes meer, want ik ben 10. We zijn vaak in de Efteling geweest, dan zie je het ook in het huisje. Zie je die 7 geitjes hier? Eén keer zie je in de? Geen idee, papa. Kinderen van 10, die geloven niet meer in sprookjes. Nee, geloof je niet nog in sprookjes? Ik ook niet, maar ik weet wel waar. Ik geloof niet in sprookjes. Ik ook niet, maar ik weet wel waar. Dus daarom weet ik het niet meer. Ik ga een cadeautje halen. Oké. Okay. Maar je gelooft niet meer in sprookjes? Ja. Oma weet het wel. In de klok? Nee. Nou maar. In de staande klok? Ja. Toch, je kan er niet in zo'n klein klokje bespreken. Nee, kijk, er staat hier. Staande in klok. Een staande klok. Is het goed of fout? Fout, hè? In de staande klok. In de staande klok is in de staande klok. Ja, ja, want hij is, doet het. Papa, je kan je makkelijk ver... In de wekker. Ja, in de wekker. De wekker. Of een pendule, daar kun je prachtig herstoppen. Ja, dat is helemaal nieuw. Tadaa, dit wordt mijn nieuwe hulplijn. Oké, dus oma gooi jij weg? Ja. Dus oma gaat eruit? Dan ga ik weg. Jammer. Bedankt. Tot ziens. Diensten, u bent de zachtste schakel. Ik wist dat dat zou komen. Zo, nou, de volgende vraag. Ik ben benieuwd dan, Jadentje. Even kijken, hoeveel is een dozijn? Wat geblieft? Hoeveel is een dozijn? Dozijn? Ja, hoeveel? Ik heb nooit van het woord dozijn gehoord. Nee. Waar gaat hij nou op zoek? Ik ben benieuwd. Hoeveel zit er in een dozijn? Oh, dat kan je nog inspreken tegenwoordig ook, ja. Volgens Wikipedia, het getal 12 wordt vaak gebruikt in de handel als eenheid en wordt dan dozijn genoemd. 12 dozijn, dus 144 stuks, wordt dan aangeduid als een gros. Hm, vooruit hier gelijk. Yay! Ja, hij slimmer dan je. Hij slimmer dan je. Echt! Jij denkt, dan gaat hij schrijven. Nou, nee. Dat is goed, kom maar in. Tjede gaat lekker douchen. Dat is een C echt goed met been. We hebben het krukje voor hem klaargezet.
Je kan je pyjama gewoon uittrekken en meteen eronder duiken. Waarom dit niet, papa? Zo, zijn ze weer fris en fruitig allemaal. Zijn ze allemaal gedoucht. Ga je mee naar de kermis? Nee, wij gaan pas morgen weer naar de kermis. Morgen gaan we ook naar de kermis. Ja, want ik heb geen zin om 2 keer naar de kermis te gaan. Nou, we hebben dus even gegeten. Het is heerlijk weer. En ik had zoiets hier om de hoek is kermis. En zoals jullie weten, ik hou van kermis. Rijden we heel even langs de kermis. Geen grote kermis, maar er zijn toch een pliepje, een luchtbaantje, autoscooter. Dus daar gaan we naartoe. Jaden neem ik ook mee, ondanks dat hij ziek is. Zoals gezegd, hij heeft geen corona. Hij hoest alleen maar vanwege de longetjes waar hij al jaren last van heeft. Maar frisse lucht doet hem wel even goed. Het is in het feit dat Jaden vandaag niets kan doen, mag hij bij uitzondering, mag hij een keertje gaan gokken. Maar dit vond hij wel heel erg leuk om te gaan doen. 300, was goed. Het zijn de laatste ballen die je al krijgt. Ja, oh, 300, die was goed. Kijk. Oh. 40 punten. Nou, kijk eens onder je. Niet op de auto. Ga je allemaal uitzoeken. Voor 40 puntjes. Kijk, een echte paro, hè? Knalhertjes. Ja. Nu dat hij buiten is, hoest hij ook een stuk minder. Als hij binnen is, is hij de hele dag aan het hoesten. Maar nu dat hij buiten is, hoest hij een stukje minder, hè, jong? Ben je de booster? Ja. Oké, ik ga met Jason in de booster. Jij blijft hier wachten, ja? Kijk er wel zo voor dat je dan bekend bent. Ik hoop dat je mag vragen om je kind te letten. Mooi over de kermis zo. Je moet ze vangen, niet terugzetten. En het eentje dat uitzetten.
Ja, je bent klaar. En daar hebben we ook de laatste. Heel goed. Drie blauwe. Krijg je extra punten voor, dat niet. Mag ik de lama? Dat moet je even aan die meneer vragen. Maar kijk even of je misschien andere dingen hebt hier. Dat hele tent mag je ook uitzoeken. Moet je even vragen. Met die meneer met die pet op. Nou, heb jij een nieuw vriendje, hè? Voor dit zo lang. Ja? Ik heb het wel volgens mij. Daarom wil ik zo lang liggen. Ja, heb je al gevonden? Nou, veel plezier ermee, hè? Ja, dan tot slot het spelletje van de kermis. Kamelen racen, dat vinden ze ook zo leuk. De ballen vast. De ballen vast. En dan door. Even kijken, nummertje 9. Waar rij jij? Ja, daar komen ze, daar komen ze. De 1 ja, is 6, de 7, de 13, de 11 en 12 erbij. Hobidobi. De laatste beetje was het laatste stapje in de wereld. De nummer 6, de nummer 6. De 6. Jammer, verloren. We gaan naar huis, kom maar. Voor mij komt er een optocht. Mag ik een optocht zien? Ja, nou, de auto die staat hier nog, als hij niet afgesleept is. Die wil ik wel even voor die tijd weg hebben, want anders moeten we wachten op die optocht. Loop eerst even naar de auto. Gezien het feit dat ik zo mooi geparkeerd sta. Dat doe ik nu andersom. Ik laat er nu aan de bestuurderskant instappen en dan kan die doorschuiven. Kortom, muziekkorps aan, dus wegwezen hier. Voordat ik dadelijk hier nooit wegkom. Ben je blij met je prijsje? Ja. Vond jij de kermis leuk? Ja. Ben jij blij met je prijsje? Ja. Nou, ik hoop dat jullie ook tevreden zijn met de video. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken van deze video. Deel een like hem als je hem leuk vond. En we zien elkaar de volgende keer weer. Wanneer dat wordt, weet ik niet. Want het is weer wat drukker geworden in privéomstandigheden. Dus dat ik niet altijd weer kan vloggen. Maar ik probeer toch altijd één keer per week te vloggen. En zo niet, dan wordt het eentje in de twee weken. In elk geval, ik hoop de volgende vlog weer te zien. Tot dan! Dit is alweer het einde van deze vlog. Abonneer je nu op dit fantastische kanaal van Koeterlaai. Tot de volgende keer!